Tesla's hebben onderhoud nodig. En eigenlijk ook allemaal een beter onderstel. De video van vandaag is om wat uitleg te geven over dat onderhoud. Want dat gaat niet over olie en oliefilters natuurlijk. Want dat zit er bijna niet in. Maar stel je nou eens voor dat je elke dag of heel regelmatig met een auto rijdt die nieuw is. En dus de eerste 4 jaar geen APK hoeft. Wanneer weet je dan of je banden versleten zijn? En wie vervangt eigenlijk je ruitenwissers die over het algemeen niet heel veel langer dan 1 jaar meegaan? Een Tesla heeft net als iedere andere auto onderhoud nodig. En het voelt soms een beetje alsof Tesla-rijders met z'n allen hun hoofd daarvoor in het zand steken. Zogenaamd de struisvogel doen. En ja, ik moet het ze nageven. Er lijkt aan een Tesla minder te mankeren dan aan een auto met een verbrandingsmotor. Elektrische auto's hebben een eenvoudigere aandrijflijn met minder bewegende delen. Dus inderdaad, er is op den duur zeker wellicht minder onderhoud nodig. Maar zoals net al aangestipt, banden, ruitenwissers, maar ook remmen, interieurfilters, airco-systemen, dat soort zaken hebben onderhoud nodig. En nog belangrijker, er moet op regelmatige basis gecontroleerd worden of ze wel in orde zijn. De eigenaar van deze auto heeft dat begrepen en heeft hem daarom voor onderhoud bij ons aangeboden. En wat blijkt dan? Inderdaad, er mankeert het een en ander aan. Een veel voorkomend probleem dat wij bij de Model 3 registreren en dat inmiddels ook bij de APK, niet alleen van de Model 3, maar ook van andere Tesla's en elektrische auto's een ding begint te worden, dat zijn de remmen. Elektrische auto's die remmen vooral op de elektromotor. De motor verandert dan in een soort grote dynamo waarmee de accu weer opgeladen wordt. En dat heeft een nadeel, namelijk dat de remmen vast gaan zitten, dat de schijven verroesten en niet tijdig schoongeremd worden. En zo hebben wij al bij een heel aantal elektrische auto's bij de eerste APK alle remschijven en blokken moeten vervangen, omdat ze door de roest aangetast waren en zo niet meer door de APK kwamen. En even ter verdediging van mijn bedrijf, wij keuren zelf geen auto's. Dus ik ben niet degene die ze afkeurt. Ik ben alleen degene die het moet herstellen. Aan de buitenkant van deze achterremschijf kun je iets zien wat aan de binnenkant nog veel erger aanwezig is. Er is een roestrand aan het ontstaan op de schijf die van de buitenkant naar de binnenkant aangroeit. En elke keer dat er roest op die schijf ontstaat bij stilstand van de auto en dat er weer afgeremd wordt, wordt dit randje ietsje groter. Je remt hem nooit meer helemaal weg. Aan de binnenkant van de schijf is die rand ongeveer 3 keer zo dik. En zodra die rand meer dan 50% van het oppervlak van de schijf bestrijkt, moet je de auto afkeuren. Daarom adviseren wij om bij een Tesla of elke andere elektrische auto minstens 1 per 3 jaar de remmen schoon en gangbaar te maken en de schijven voor zover nog mogelijk te ontdoen van roest. Maar belangrijker nog, heb je een elektrische auto, probeer dan gewoon minstens 1 per rit of 1 per 2 ritten stevig te remmen. Misschien zelfs iets vaker, dan is dit probleem ook in veel mindere mate aanwezig. Achter de voorbumper van een Tesla zit net als bij elke andere auto een koelerpakket. Niet zozeer om de verbrandingsmotor te koelen, maar vooral om de elektromotoren, het batterijpakket en natuurlijk de airconditioning voor in de auto van koele lucht te voorzien. En ook dat airco-systeem, hoewel er niks over in het boekje staat, daar heeft Tesla gewoon een onderhoudsvoorschrift voor. Evenals het interieurfilter. Dus dat pakken we bij de beurt van deze Tesla ook aan. In dit gesielde zakje zit de filterdroger van het airco-systeem die bij dat onderhoud hoort.
Die kopen we gewoon bij Tesla. En het mooie is, er staat op service kit. Duidelijker dan dat wordt het niet. Maar meer in het oog springt natuurlijk het onderstel wat hier ligt. Een STXA schroefset. Een veelgehoorde klacht bij diverse modellen van Tesla is dat ze te hard gedempt en geveerd zijn. Het zijn niet zulke comfortabele auto's. Dat komt vooral door het gewicht. Als je een auto die zo zwaar is enigszins dynamisch wil laten rijden, moet je hem vrij stevig afdempen. En ja, het is nou eenmaal een massaproduct, dus er zitten standaard niet de meest geavanceerde schokdempers op. Nou, KW, fabrikant van onder andere ook ST, heeft sinds kort ook de STXA schroefset beschikbaar voor de Tesla Model 3 en Model I. En dat is een zogenaamde slimme schokdemper met hoge en lage snelheidsdemping op de uitgaande slag. En dat is de slag die verantwoordelijk is voor het rijcomfort van de auto. Niet alleen hebben we hiermee de mogelijkheid de auto een stukje te verlagen, hij wordt er vooral veel comfortabeler van. De reparatie en de aanpassing van de Tesla zijn inmiddels helemaal afgerond. En de laatste stap is dan het schoonmaken van de onderdelen die wij vies hebben gemaakt. En daarna mag ik er nog een stukje mee rijden. Wat ik echter nog niet benoemd heb over het onderhoud van de auto, is de inspectie die daaraan vooraf gaat. We hebben het wel over specifieke losse onderdelen gehad. Maar voor elke beurt hoor je een auto als geheel na te kijken. En daar hoort ook een uitgebreide proefrit vooraf bij, om zogenaamde afwijkende gedragingen vast te leggen. Een ander onderdeel van onderhoud is het uitlezen van alle systemen, om te kijken of er geen sluimerende storingen zijn. Maar ook zaken zoals het smeren van deursloten en afstellen van ruitensproeiers. Zo'n onderhoudsbeurt gaat dus eigenlijk veel verder dan alleen maar olie en oliefilter vervangen bij een personenauto met verbrandingsmotor. Dat is vaak wat ervan gedacht wordt, maar het heeft dus veel meer om handen. Zo, de auto is helemaal klaar, eindgecontroleerd en gewassen en kan terug naar de klant. Aan mij de eer om er nog een stukje mee te rijden en dit laatste stukje video op te nemen natuurlijk. En dat is ook het moment dat ik me realiseerde dat we misschien wat dieper in moeten gaan op de definitie van comfort. Want ik zei, deze auto wordt veel comfortabeler van het ST-onderstel. Maar ja, wat is precies comfort? Want de ene persoon vindt een comfortabele auto, zoiets als een Mercedes S-klasse of BMW 7-serie, op luchtwering, een echte limousine die heel zacht is, een beetje sompig zelfs en niet per se feedback teruggeeft van het wegdek. Terwijl de ander het juist heel prettig vindt om te weten wat er onder hem gebeurt en een auto wil die vertrouwen geeft om hard mee te rijden. Dat kun je ook als comfortabel ervaren. Het lastige met comfort en dynamiek is dat ze elkaar eigenlijk bijten. Dus wil je een auto die dynamisch voelt, dan zal je hem wat steviger moeten dempen. En wil je een auto die comfortabel is, dan moet je hem wat slapper dempen. In alle gevallen wil je eigenlijk dat een auto na het rijden over oneffenheden zo snel mogelijk weer stabiel is. Maar sleutel je aan het een, dan verandert het ander en andersom. Het is dus altijd een compromis.
Je kunt wel een hele positieve invloed op beide kanten van dat compromis hebben door een betere schokdemper te maken. Of een schokdemper met meer functies, zoals hoge en lage snelheidsdemping op de ingaande of uitgaande slag of op allebei. De STXA is het voordelige broertje van de KW variant 2. En dat is een onderstel waar eigenlijk altijd iedereen blij mee is als we het verkopen. Het is een goede alleskunner. Er zit een sportief randje aan, maar hij dempt korte richels en oneffenheden mooi weg. Zonder dat er dynamiek bij verloren gaat. En de auto is er een stukje lager mee. En zoals we net al hebben kunnen zien, dat staat hem gewoon goed. Tel daarbij op dat het eigenlijk helemaal niet zo'n heel erg duur onderstel is en het helemaal compleet geleverd wordt. Dus je hebt alleen die set onderdelen nodig. Het montagemateriaal zit er al bij. En het is simpelweg een goede koop en een hele effectieve manier om je Tesla aanzienlijk beter te laten rijden.